Hey. Hey. Welkom bij Samen Uit, Samen Thuis. De podcast. Van Mascha en Gregor. Dat zijn wij. En die zijn al twintig jaar samen. Dat klopt. En millennials en alles. Een drop, <laughs> drop en eraan. Gesef. Welkom bij onze podcast. Leuk dat jullie hier zijn. Mm -hmm. Excuus voor mijn schorre stem. Klinkt wel... Uh... Vind je het leuk, ja? Nee. Ja. Nou, het heeft gradaties. Het kan zeg maar... Bij mij in ieder geval... Het, kan, het, het heeft een soort van level dat het nog ergens leuk is of cute. En op een gegeven moment is het echt dat je denkt... Oh, nagels op schoolbord. Wanneer is dat dan? Ja, dat, dat heb ik toch zo vaak. Ik heb soms wel op mijn stem gewoon een week zo klinkt... of weg is of whatever. Ja, maar... Ja, ja oké, okay, weg is vervelend, maar dan, dan heb je ook geen nagels. Jawel, dan heb je zo'n zo piep hoor je. Nou, in ieder geval, we hebben even... de opname is ook even een paar dagen later gedaan... omdat het heel, heel veel erger was nog een paar dagen geleden. Ik dacht, nee, ik waar. kan niet een podcast met deze stem opnemen. Nee. Maar daar ben ik. Hallo. Daar is ze. En ze is het echt hoor. Mocht je niet kijken. Ik denk, wie is deze vrouw die zo anders klinkt? Het is nog steeds dezelfde dame. Hallo. Ja. <laughs> Iedereen bedankt voor het luisteren naar de afgelopen afleveringen. Ja. En de leuke berichten die we erover krijgen. Ook dat. We hebben echt. Heel hoog. Heb ik dat jou laten zien hoe hoog ons uh, aantal is? Ik heb het gezien in, uh, toen ik de vlog aan het eind was. Echt iedereen luistert tot het eind. Van begin ja, tot het eind. Dat was echt heel cool. Ja, dat is echt heel cool. Want heel hm. vaak heb je dat mensen na, weet ik veel, het begin uitstappen. Nou, dat is nog best normaal dat mensen na een intro weggaan, omdat ze dan. He, weet je, denk ga ik luisteren? Oh nee, toch niet. Um, ja. Maar soms heb je dat iemand na vijf minuten uitstapt of na tien. En bij ons gaat het echt gewoon het hoogste. <laughs> tot het eind nee. gewoon consistent. Dat is echt wel heel erg cool. Dus dank Zeker jullie wel cool. Ja, je wel daarvoor. Je wilt ook zo'n knopje ervoor indrukken, hè? Nee, 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 nee. die. Nou, applaus voor jullie. Zelf. Ja, applaus voor <laughs> jou. Wat vond jij het meest bijzonder van de afgelopen week en wat heb je ervan geleerd? Het meest bijzondere van de afgelopen week. Nou, ik ben jaren geweest. Ja. Uh, Woe! Oh, cool. Je kan gewoon hier. Kijk, hier kan je. Ik wel... <laughs> mag ook wel weer stoppen, <laughs> Liefie. Je kan hier kijken en dan zie je staan. Wat Nopjes. Wat ja. ja. Um, dat, was, dat was heel leuk, maar is dat het meest memorabele? Ja. In, uh... Of toch? Nou, dat was het leukste. Dat was Zeker het leukste. Ja. Dat was het leukste. Ja. Um, maar... Uh, waar ik denk ik het meeste van wat me bij is gebleven en waarvan ik denk, oh... is wel dat ik wel heel erg veel last weer heb van mijn hernia. Ja, of nou eh, ja, van de pijn. Wie dit nu kijkt op video, we zitten ook niet op onze gebruikelijke podcastplek, want hij kan niet zitten op de bank. Nee, ja, we zitten nu ook op de bank, maar dan zit ik anders en het kan een beetje ongemakkelijk zijn. Ik dacht, ja, laten we dat maar niet doen. Ja, dat lijkt me dus... niet handig daar even een andere plek, een wat hardere stoel. Ja, dan dus ga ik ook af en toe wat meer bewegen. En dan denk ik, oh nee, zo zit ik niet lekker. En dan, ah ja, dan ga ik wel zo zitten. Ja. ja, nee, ik heb wel heel erg veel last. Um, word er s'nachts mee wakker. Ja, of dus ik is word nee. wakker van de pijn. En dan denk ik, oké, okay, ik ga niet zo giet klaar giet met slapen. In. Maar het was ook dat ik het overdag nu had. Ja. En nu ook wel voel. Ja, en dat is echt heel vervelend. En ja. Vooral omdat we weten welke kant het dan weer opgaat. Ja. Dat het dus weer slechter en slechter gaat. En ja. um, voor degene die niet weten wat jij met je rug hebt, als je dit voor. Ja, weet je, misschien schakel ik hier voor het eerst in. Vertel even wat zeg maar, het verhaal hierachter is. Uh, ja, um, Hernia. Zes jaar geleden ongeveer. Geopereerd. 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 Ja. Uh, had niet heel erg, uh, heeft niet heel erg geholpen zijn nog speciaal naar Duitsland gegaan, naar een kliniek. Ja. Want die wordt altijd getipt aan ons, maar dat is letterlijk waar hij geopereerd is destijds. Ja. Was het net? Opereren nee. is niet het meest. Uh... Nou, ja, in ieder geval. Uh, op een gegeven moment ging het wel best wel lekker eigenlijk. Mm -hmm. En toen waren we dus niet vorige keer, maar de keer daarvoor in Amerika, toen ging het heel erg, ineens. Ja. Toen kon ik niks meer, uh, eerst hulp. Op de grond gevallen, ik vond hem op de grond. Uh, nee, nee, in ieder ik kon gewoon niet meer staan. Nee, we moeten bellen, dat soort dingen. Ja, dat kon niet meer. Um, allemaal medicijnen, dingen gekregen. Bla, bla bla bla. Toen wel terug naar Nederland gegaan. Mm -hmm. Hier. Ik heb eigenlijk nooit een onderzoek gehad. Ik ben naar de visio geweest. Heel ik veel heb visio's. Heel veel visio. Um, ik heb toen zo'n uh, 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 zenuw. Hoe heet dat? een ja, canule die in, jou, in jouw ruggraat ging. Oh. Ja, die dan, die dan om je zenuw heen gaat, verdoving en uh, ontstekingsremmer en zo. Ja. Dat uh, heeft wel wat geholpen, maar het was niet heel denderend en het kwam ook best wel snel weer terug. Ja. Toen een warmtebehandeling. Onder stroom gezet? Dat is onder stroom zet, eigenlijk. Uh, dan gaat het op dezelfde plek gaan, er stroomschokjes voor vier minuten lang in en dan krijg je een plaat op je kuit, in mijn geval. Uh, zodat het ook weer eruit geleid kan worden. De mm -hmm. stroom. Uh, dat heeft eigenlijk best wel goed geholpen. Als dat het was. Ja. Denk ik het wel. Voor drie maanden nu. Het is drie maanden geleden. Ja, maar het zou tien tot twaalf maanden moeten helpen. Ja. En ik heb nu al heel erg veel last van. Ze We hebben het terug bij af. Ja. Zeg maar. Um. Maar. Ik heb in de tussentijd had ik ook een boek gelezen. Ja, hebben we hebben een paar keer benoemd dit boek trouwens. Ja, een... en hij ligt hier ook naast me. Laat me even zien. Voor Als je op video meekijkt, dan weet je dat... Uh... En, ja, en heel belangrijk. Je hebt meerdere van mensen die een beetje op hetzelfde manier... hier onderzoek naar hebben gedaan, op dezelfde manier schrijven... Uh -huh. maar elke keer weer anders. Maar dit is The Way Out uh, van Alan Gordon... Uh -huh. Maar je hebt ook uh, de OG, Dr. Sarno en al dat soort uh, in ieder geval van alles. Uh -huh. en misschien moet ik die andere versies ook maar eens uh, gaan uh -huh. bekijken en lezen. Wat ze eigenlijk uh, beschrijven, is uh, dat, dat chronische pijn. Of uh hij -huh. noemt het neuroplastic, is dat het je hersenen zijn die een verkeerd signaal sturen naar jouw. Uh, uh, Ofwel een verkeerd signaal doorgeven. Zo van, oh, dit moet pijn doen. Terwijl er eigenlijk niks strictueels of structureels. Structureel. structureels dank u. Gelijk <laughs> lekker. Uh, met jou aan de hand is. En, maar het lastige is. Ik moet eigenlijk nog wel even wat meer onderzoek laten doen. Zodat als ik weer zie. Want, want ze hebben allemaal onderzoeken gedaan. Van 64% van de mensen met een uh, hernia. Daar hebben nergens last van. Ja. En de rest heeft er dan wel last van. Het schijnt toch ook dat heel veel mensen eigenlijk een hernia hebben, maar dat niet eens weten? Ja, echt 80% of zo van de mensen ja. heeft een hernia. Maar dus ik kan nu ook bijvoorbeeld een hernia, maar ik heb geen idee. Bijna iedereen heeft het wel. Ja, of, of, uh, of nou, weten je... we dit, dit statistisch. Dit is geen wetenschappelijke. Maar dat is dat <laughs> dat dat wat er okay. in dit boek staat. Ja. Dat is wat er in dit boek staat. En ook dat er meerdere mensen zijn die uh, waarbij hun desks gewoon kapot zijn en dat soort dingen. En nergens last van hebben. En er staat hier dan ook heel duidelijk: de enige die. Ja echt een perfecte ruggen gaat hebben zijn baby's ja en nee. zelfs die hebben trouwens heel vaak dat ze dat ze uh, gillen van de pijn en zo en dat er dan hun rug dat ja, je dan nog je dus de je rug is echt het belangrijkste wat, ja. wat er is denk ik je ja en ze ze hier zijn ook mri scans van uh, uh, toen iemand heel erg veel pijn had en daarna de de therapie heeft gevolgd en zonder dus psychisch dus hè, hebben we het nu al psychisch ja. En dan daarna weer een scan van de hersenen. En dat dan. Het zag in ieder geval heel anders uit van de, het pijngedeelte was eerst. Het, het gedeelte van je hersenen, wat pijn doorstuurt, uh -huh. zag er heel anders uit in het begin dan in, in het einde. Ja. In ieder geval, uh, wat ik wel heb gemerkt, is dat ik de laatste periode hebben best wel wat stress. Uh -huh. um, Zie je niet echt in de vlogs, denk ik? Nee, nee. En dat is krijgt. ook niet dat er nou iets heel ernstigs aan de hand is. Het zijn het is gewoon heel nee, gewoon kleine dingen bij elkaar. Heel veel dingen. Ja, gewoon allerlei dingen. Gewoon, gewoon nee. allerlei dingen. Kleine Dagelijkse dingen, dingen. Die opstapelen. Dingen die, dingen die bij het leven horen. Ja. En um, als je. Ik merk dat. Ik, ik ben daar. Uh, ik heb een tijdje bij, ben ik bij de psycholoog geweest. Allemaal mm -hmm. oefeningen gedaan en ook dagelijks. Ja. En ik merk dat ik dat minder doe. Ja. En ook dat ik de oefeningen vanuit dit oefeningen vanuit dit boek ook minder bijhoud. Ja. Dus dat ik dan denk, oké, okay, ik moet wel iets meer onderzoek laten doen naar mijn rug om uh, een uitsluitsel te uh -huh. hebben. Maar daar gaan we het straks over hebben. Uh -huh. uh, dus maar wat ik, waar, ja, ik moet in ieder geval daar weer wat meer. Uh... Dat heb je ervan geleerd deze week. Ja, dat, wat ik ervan heb geleerd is ja. dat ik eigenlijk te weinig mentaal weer bezig Met ben. Met bezig bent. Ja. En uh, hij zegt het nu um, heel luchtig, maar het is wel echt. Ik denk dat vloggers weten wel beter. Als je de vlogs kijkt, dan heb je het wel een beetje meegekregen en zo. Maar het is wel echt intens, zeg maar. Het is, wel, het is niet zomaar van, oh, het schiet een beetje mijn been of zo. Maar het is echt wel niks meer kunnen. En zo, ja. In en dan denk je, waarom zit je hier nu zo? Dat, dat ja. ja, dat is het gekke. Maar dat is het gekke. Weet je, dat is als mensen dan, kunnen dan heel snel zeggen, nou moet je maar rechtop gaan zitten. Ja, maar zo werkt het dus niet. met... Met pijn, weet je wel? Nee. Met hernia pijn. Je moet juist een beetje gekker zitten, en dan heb je eventjes geen pijn. Dan moet je weer veranderen. Mee. Dus ja. zeg maar, de judgment daarop is ook real. Ik, so, je kan het niet. Je ziet zien. het niet. Nee. Je zit niet in een rolstoel nu. Nee, dat wil ik ook niet. Nee, nee, dat, nee. dat willen we allemaal niet. Dus um, ja, dus dat uh, komen we zo met, uh, met de vraag uh, van de kijker van deze week. Gaan oh, we die, denk ik, zo even spreken. Ja. Maar dit heb je ervan geleerd: meer in jezelf werken. Ja, uh, wat, ik, wat heb ik. Afgelopen week, uh, nou ja, verjaardag gevierd. Dat was heel mm -hmm. erg leuk. En um, ik zit nog steeds met waar we het vorige week over hadden... dat ik denk van, oh mijn god, ons kind gaat zo meteen... Uh, <laughs> sorry, ja. het is een ongoing thing dat je denkt van... wow, wat gaat het leven toch hard en snel. Uh, en de, dat niks zeker is qua uh, in het leven en activiteiten en dingen. Want zo gaat het goed en zo heeft hij weer pijn. En zitten we letterlijk zoiets van, moeten we dan wel op vakantie gaan? Moeten we wel dit doen? Moeten we dat doen? En, en ja. dus je denkt, wow, alles wat je denkt dat goed gaat... Uh, kan ineens soort van even nou ja, op pauze staan of zo. Ja, en ja. hoe eng het eigenlijk is dat heel... Ik ga dat het eigenlijk best wel slecht met zorgdingen hier is geregeld... Het feit dat jij doodgaat van de pijn en dat er ergens een belafspraak ooit een keer of een paar weken gemaakt kan worden. Ja, ja dat is omdat er gewoon niks, er, dat er, er, klopt. Is, er is gewoon geen plek. Nee, klopt. Er is, er is dus gewoon dat, maar ook dat dat best wel eng is. Want stel je ervoor nou dat het echt fataal slecht gaat, mm -hmm. of er echt gewoon dat je soort van, dat, dat je dan niet, ja, je kan naar de eerste hulp gaan. Ja, en maar dan heb je denk ik nog ook wel eens een risico dat ze in één keer zeggen, oh, we moeten je nu opereren. Ja, en dan dat wil je zou de... ook oh, nog kunnen, maar daar, daar zit je niet op te wachten. Maar wij belden naar de pijnafdeling, ja. of jij belde, uh -huh. en die was dus gewoon geen plek. Nee, er is gewoon, er is geen, is gewoon plek. geen plek. Nee. er is gewoon geen plek. Zo van ja, maar straks ligt hij weer op bed en kan hij weer niet meer naar de wc zelfstandig en dat soort dingen. Dat is gewoon geen plek. Nee. Ik vind dat echt nogal wat hoor. Ik een soort van je denkt toch dat er altijd zorg is en dat het allemaal goed geregeld is, maar het is echt wel heftig dat dat soort van we zien het nu gebeuren om ons heen. Hoe, mm -hmm. hoe ja ja. Ja. Nou. ja ja kan je anders zeggen dus wat heb je ja. daarvan geleerd wat heb ik daarvan geleerd ja, um, ja nou wat ik ervan heb geleerd is nu dat je gewoon wel wat strenger mag zijn naar als je belt en zo dat je gewoon wel heel duidelijk moet zijn ik vind maar dat, dat hebben we ja. allebei wel best wel dat het een soort van te lief van ah joh nee dat is goed oh nou dan doen we die bel wel voor een paar weken ja maar eigenlijk mag ik best wel even iets meer dat je ja toch ja een soort van even eerlijk zeggen het gaat niet of whatever mm. en ja ja, dat is ook wel zo. Ik denk wel dat Kijk, je moet als je ze dan een plekje vrij hebben... moeten ze misschien ook rekening mee houden... dat er inderdaad iemand met spoed komt. Zoals jij. Dat zou ik dan eigenlijk wel moeten ja, maar zijn. Maar dan vind je jezelf niet spoedwaardig. Zeg Juist. Maar. Ja. Want je ligt nu nog niet op de grond. Zeg en maar. ook dat is wel heel grappig. Want dat is ook weer iets wat bij dit boek... Maar, uh, Vertel. Nou ja, dat ook wel weer wat in, in het boek staat. Van mensen die uh, een neuroplastische pijn hebben... vaak een, een x-aantal dingen hebben, ja. zichzelf niet goed genoeg vinden, of oh, andere mensen heel erg voorzetten. Tuurlijk. Um, eentje, daar, daar heb ik, dat, is, dat is zo ik. Nou. Heel erg op tijd bij afspraken willen zijn. Ja. Dus dat je er dan het liefst, of eigenlijk altijd een kwartier van tevoren bent, in ja. je auto blijft wachten totdat het tijd is en ja. dan naar binnen gaan. Ja. Zou je die, jezelf die stress geven van, oh, ik, mo ik moet nu echt haasten, want anders haal ik het niet. Terwijl dat en niet waar is. Ja. En wat zou het uitmaken als je drie minuten te laat bent? Ja, maar dat is sowieso... Wij zijn daar heel anders in natuurlijk. Maar nee, dat maar is, ik ben daar heel erg in. Want zo ben ik wel opgevoed. En ik denk dat bijna de helft van Nederland zo is. Als, maar het hoeft nou, helemaal niet. Wat, dat is met mensen met ADD wel heel interessant altijd. Ja, dat is wat wel interessant van is. Ik heb uh, ooit gewerkt met mensen met ADD, volwassenen. Ik heb uh, um, SPH gestudeerd. Ik ben afgestudeerd GGZ-AGOG. Dus dat houdt in dat ik uh, in de psychiatrie zou kunnen werken. Op een groep staan of groepstherapie geven... Dat heb ik gedaan bij volwassenen met ADD. Daar heb ik toen heel veel ook over geleerd. En, en ja, gewoon 40 uur in de week, non-stop. Het was echt super leerzaam, super leuk. Uh, zijn de allerleukste cliënten om mee te werken, zeg ik altijd. Ze altijd heel, ja, gewoon echt heel leuke mensen. Uh, maar daar heb ik heel erg geleerd dat bijvoorbeeld mensen um, of een afspraak vergeten, of te laat komen dat weten van zichzelf en daardoor zo nerveus worden dat ze dan maar inderdaad een uur te vroeg komen of drie kwartier te vroeg. En vervolgens buiten maar staan of in de wachtkamer heel lang zitten of whatever. En dat is dus niet helemaal goed. Maar dat heeft te maken met dat je al van jezelf inschat... maar anders kom ik te laat en dat is heel erg. Dat, terwijl eigenlijk is het... Ja, tuurlijk is het netjes als je op tijd bent. Wij in Nederland vinden dat heel belangrijk. Maar mm -hmm. uh, ten koste van wat, zeg maar. Ja. Maar dat was heel erg, was wel echt een ADHD'er ding ook. Mm -hmm. uh, en dat vond ik wel heel interessant om te zien. Ja, en, en wat je even tussendoor wat jij zo leuk vond aan met ADHD mensen werken... Mm -hmm. is dat ze zo gevat zijn, toch? Ja, dat ik, kan, ik kan daar uren over praten. Ja, nee, nee, mensen zijn echt super, super scherp en gevat en grappig. Ja. En dat was altijd echt een feestje. Dus ja. dat was altijd. Dan heb je een kaartje. Nee, ik weet niet wat je bedoelt. Ja. Maar ook voordat het verkeerd overkomt, bedoel je? Ja. Oh, Oké, okay. nee, 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 nee. Dit is echt positief. Er ja. uh, zijn over het algemeen ook wat slimmer en creatievere mensen en zo. Dus het is alleen maar. Uh, ja, ik vond het heel leuk. Um, ja. Maar goed, maar dat heb ik toen heel erg geleerd. Want ik heb dat dus niet. Ik heb dat niet. Nee. Ik heb niet dat ik te vroeg kom. Sterker nog, ik ben iemand die komt wel eens tien minuten laat. Ja. Super rude. En ik schaam me daar ook heel erg voor. Maar ik heb absoluut niet dat ik stress ervaar. Van, oh mijn god, ik moet er een uur eerder zijn. Want dit. Want. Dan. Nee, wij mogen wel een beetje in de middel komen daarin. Maar ja. jij hebt het van, ah, heel toch? Makkelijk. Nee, ik ben over het en algemeen dan... ben ik op tijd. Maar ik, ik hoef niet een kwartier te vroeg te zijn. Want ik, dat vind ik zonde van mijn tijd. En dan ga ik inderdaad dit en naar die klok lopen kijken. Ja. En misschien is dat ook mijn ding omdat ik te vroeg wil zijn. Bij ja, 9 van de 10 jaar. Het is jaar. wel netjes als je nou, okay, 5 minuten vroeger bent of zo. Nee. Ik kom ook niet een kwartier te laat of zo. Ja, of en ik laat het op tijd weten. Laat ik het wel een uur van tevoren weten. Nee, Hé, hey, ja, mijn afspraak is... loopt uit. Nee, maar dat ja. is dan, weet je wel. Um, maar ik weet wel, bijvoorbeeld als jij een afspraak hebt om 1 uur s middags... dan ben jij echt al vanaf dat je wakker bent, ben je daarmee bezig. Ja. Ja, ja dat, dat is niet is fijn voor je brein. Dat is, echt, ja. dat is dus inderdaad iets, dat is niet goed. Dus nee, stress en, dat is stress. Ja. Ja, waar het dan op neerkomt, dus ik moet gaan proberen mijn brein om te. om uh, uh, um te. Uh, wires anders te connecten. Dat, dat ik moet zeggen tegen mezelf, oké, okay, maar het hoeft geen pijn te geven. Want de pijn is echt, hè, dat is wel mm -hmm. heel belangrijk. Maar dat je dat op een andere manier moet. Uh, ja, hoe, hoe doe hoe. je dat? hard op zeggen tegen ja. zo van... mijn, mijn brein zet, stuurt een verkeerd signaal door. Ja. Dit hoort geen pijn te doen, want er is niks mis ja. met mij. Ja. Dit moet niet, geen pijn doen. Maar dan moet ik dus aan andere dingen gaan werken. En dat is iets wat ja, ik dus dat is zwaar. moet blijven doen. Dat is echt zwaar. Overigens heb ik nog wel praktische tips voor die tijd dingen. Dat is wat ik altijd tegen cliënten zei. Want ik gaf altijd planningles, vond ik altijd superleuk. Uh, gewoon niet je afspraak om één uur middags te maken, als het kan. Dus als een stel je hebt een afspraak met een huisarts hè? en hij zegt ja. je kan om één uur of je kan om tien uur, doe het dan om tien uur, want je, je kwelt jezelf. Oh, ja. Maar als jij weet dat jij die één uur lastig tijd vindt en dus het zeker niet altijd mogelijk, maar als het, als het mogelijk is, ja. pak hem dan op de tijd waar jij de minste stress van krijgt. Oh, maar dat doe ik eigenlijk wel altijd. Ik doe dat ja. dan dat is, sommige afspraken doen, doe ik dat wel zo vroeg mogelijk, want dan ja. ben je er vanaf. Nou ja, als dat voor jou werkt. Ja. Je, hebt, je hebt voor jezelf een systeem bedacht dat werkt Sommige mensen vinden het fijn om altijd na de lunch Iets te doen of whatever weet je wel. Ja, ook okay, maar Met wat, je werkt of ja. whatever Wat handig mm -hmm. is um, Maar goed, dat was een praktisch dingetje okay. Zullen wij door met de snack van de week? Jazeker <laughs> Snacky snack snack Vertel Nou, <laughs> voor mijn verjaardag zijn we naar iets heel cools gegaan Dit was een soort verrassing voor hem ja dat was het zeker ja. ook toen we er waren had ik het nog niet door totdat we ja. voor de winkel stonden en jij zei oh dat dit. oh maar god uh, Sheila, zeg ja. ik dat goed ja ja dat is een winkel bij Gelderlandplein of een delicatessenwinkel ja. eigenlijk ja een Koreaans Japans ja. en daar hebben ze uh, melon bread of onder andere onder andere uh, is helaas niet gelukt want we waren er iets te vroeg en ja. de we bakker zouden... was er pas om vier helaas op donderdag ja. Maar dat is zo lekker. Maar dat winkeltje was zo ja, awesome. Het was zo geweldig. leuk. geweldig. Ik kreeg echt toen we in dat. Je hebt een restaurantje ernaast en toen mm -hmm. we daar zaten, kreeg ik echt het gevoel alsof we een, een beetje een Japan-gevoel Ja, dat we in Japan waren. Zo leuk. En daar heb ik echt dat, dat mochi-ijs ding. Ja, wat niet. Was niet het mochi-ijs? was maar meer een soort gummi. Ja, maar wel de mochi, bui, mochi buitenkant. Ja, maar de binnenkant ja, ja, ja. was niet dan de mochi-ijs, maar ja. Red bean paste, maar dat was het ook niet. Maar het was zo lekker. Ja, het is, het is dus een, uh, ja, een zaak met Japans-Koreaanse uh, snacks en eten. En ook echt uh, uh, warme maaltijd. Er staat een kop ja. in de keuken vanaf 12 uur. Um, ze hebben sushi, ze hebben die Koreaanse corndog. dog. Ja, die ging helemaal Vaar was op TikTok. Nou, die ging Mila natuurlijk eten. Het was echt zo was Heerlijk. Ja, het was echt, echt een was leuk echt uitje. Leuk. We hebben boodschappen, zakvol. Cake. Ja, dat Frisky cake. Niet... In de vorm van een visje. Ja. Uh, een een boodschappenzak vol meegenomen. En het is absoluut aanrader om daar even heen te gaan. Zeker. Ja, en als ik dan zeg kies een snack, zou ik zeggen, nou dan een van die warme dingetjes. Kies een snack. Ja, Jeutje. Heel moeilijk dit. Heel uh, moeilijk. Nou als, we, als we de, de melonbread hebben, ja. dan zou ik dat kiezen. Ja, er is dus uh, verse bakkers, dingetjes komen, maar dat is op bepaalde dagen alleen. Volgens mij, mm -hmm. alleen donderdag en die dagen daarna. En, maar ja hij zei die dag wij waren er s ochtends ja. zei ze sorry hij is vandaag wat later dus om vier dus, ah. maar goed mocht je willen gaan het misschien donderdagmiddag ja absoluut aanrader ja dat is, dat is zeker een aanrader en veel uh, Japanse mensen die er waren in de winkel ook en zaten te eten en zo en dat is ja. vaak een goed teken hè want dat betekent dat ja ja dat het good stuff is the, yeah. ja ja hun cultuur precies entertainment muziek oké okay. de nieuwe cd ja van mgmt ja we hebben, we hebben net geluisterd. Sommige nummers kenden we al wel. Ja. Want ze hadden er twee al uitgebracht. Ja. Maar dat is wel weer echt leuk. We love MGMT. MGMT, echt luisteren op Spotify. Alle muziek ervan is leuk. Ja, je kent kids, Electric Fuel. Ja, Ken paar, je sowieso? Een paar bekende nummers, maar eigenlijk alles is gewoon. Alles is een feestje om naar te luisteren. Ja, ja. ik weet niet of feestje het juist is. Het is de de niet partymuziek. Maar het is gewoon een beetje is, ja, een beetje groovy, psyched. Zeker, zei ik ja, sowieso, um, maar meer van in die ja. moet je het onder indienen. Nou, ik weet het niet wat is hun Sint? Alternative? Nee, ook niet. Sinds hebben ze er ook in Ze ja. hebben daar gewoon van alles in. En, en, ze, en ze hebben nu ook echt wel een beetje de vrijheid om te doen wat ze willen. Ja, uh, ik weet nog wel dat ze dat ooit ergens een keer hadden gezegd. Van nu kunnen we echt doen wat we willen en zo. Ah, Want zouden we ze... een burgcontract of zo en um, entertainment? ja. Ja, het was een. Ik twijfelde. Vertel, ik, waar ben je naar de bios geweest? Nou, degene die. Oké, okay, de, de leukste ervaring was met Mila. En wij zijn, wij zijn. Mila en ik. Of Mila is voor het eerst. Naar de bioscoop geweest. Ja. En we zijn samen geweest. Oh. En dat was leuk. we hebben een love seat geboekt. Zeker. Popcorn. Love seat. Kon ze, want ze wil, ze wil dan tegen je aan zitten. Want het is toch een beetje spannend natuurlijk. Ja. Uh, dus ze zat lekker tegen me aan. En het was echt geweldig. Het was ja. zo leuk. Welke film? Wish. Ja. Wish. En ik moet zeggen. Dit is niet de beste. Nee. Dit is niet Nee, maar hij is wel goed. Maar het is geen Frozen. Nee, of het is gewoon. Ja, zeker. King. Maar. Um, maar hij is, hij is niet slecht. En het was gewoon, de ervaring was gewoon geweldig. Ja. Zo leuk. Maar zo entertainment leuk. voor volwassenen? Ja. En here we go. Dune 2. Ja. Wat was ik heb die? niet gezien. Geweldig. Jij ja, twijfelde nog, hè? Want jij zei Dune 1 dat je soort van in slaap was gevallen of zo? Wat was het nou? Dune 1 vond ik echt. Het was hartstikke mooi, maar ik vond er geen fluit aan. Ah. Het was echt dat ik dacht. Nou, weet je, ik, ik zei tegen vrienden: uh, van ja, nee, maar Dune 1, die was toch cool? Ja. Dat is toch een goede film? Toen zeiden ze: Wat is er gebeurd dan in deel 1? Dan wist je het niet meer. Ik had geen idee. <laughs> ik wist het echt niet meer. Toen dacht ik: Ja, maar. Zand? Eh, <laughs> ik wist het gewoon niet meer. Het was me niet bijgebleven. Dus dat nee. betekent wel, ik ben er wel achter gekomen. Dat dat wel betekent dat, je, dat het niet per se de beste film was. Het heeft geen indruk op je achtergelaten. Het heeft zeker geen indruk op me achtergelaten. Dus ik heb even een recap gekeken. Ja. En toen ging ik naar Dune 2. Want ik heb van meerdere mensen gehoord die ook deel 1 niet per se goed vonden. Maar deel 2 echt geweldig vonden. Mm -hmm. En deel 2 was echt geweldig. Ja. Het was echt awesome. Beetje Terminator 2. Ja. 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 Maar dit is natuurlijk wel van boeken en... en, en als je het in een categorie moet gooien of zo, yeah. dan zou ik hem eerder in een Star Wars, Lord of the Rings-achtig mm, iets. Oké. Okay. Dat er echt een fantasy, Avatar misschien nog ergens. Fantasy, sci-fi-achtig. Ja en uh, ja. Oké, okay, dus dat is de aanrader voor nu. Zeker. En jij kan eigenlijk doen twee gewoon kijken zonder ja, deel 1 te zien. Dat is vind ik altijd wel fijn. Ik vind het zo vervelend als je een uh, deel 2 en dat je denkt: "Nee, ik snap er echt niks van want ik heb 1 niet gezien." Nee, maar dat maakt niet Tegenwoordig uit. Tegenwoordig is dat bijna niet meer. Tegenwoordig doen ze is het echt een op zich zelfstaande Over het algemene wel. Film vaak wel. Dus je kan hem je kan hem wel kijken. Tuurlijk, er zit allemaal informatie in deel 1 wat dan een vervolg heeft in ja. deel 2. Maar op zich, kan je deel 2 gewoon heb, kijken? Ik heb de recap vorm gevonden. Want ik zei, zal ik anders van deel 1 een recap? Maar dan ga ik hem ja. zoeken en dan hoef jij geen spoilers te zien. Dus ja. heb ik op TikTok een filmpje gevonden van een meid die we uitlegden. Precies. Ja, want Maas, ja? die was mee natuurlijk. Uh, die had hem deel 1 niet gezien. Oh, en, die en die vond een geweldig goed. deel 2. Okay. Ja. Oké, okay, dat is goed tekening. Dus ik kan hem zien. Goed, vraag die we binnen hebben gekregen. Let's go. Hi, wat geweldig. Ik hou van jullie podcast. Super lief. Zouden jullie een aflevering kunnen maken over mentale gezondheid? Momenteel zit ik in een burn-out. Ik ben 27. Ik wacht op een onderzoek naar ADD. Ik heb ook uh, EMDR voor traumaverwerking. Ik ben erg bezig met zoeken naar mezelf en struggle door het verleden met veel dingen in het leven. Verder nog een persoonlijk verhaaltje en ook over dat ze het gevoel heeft dat ze achterloopt op mensen uh, op het werkvlak en zo. Uh, ja. Hebben jullie herkenning in? Zou je iets kunnen vertellen over? Ja, ja. Um, beginnen bij EMDR, denk ik. Ja, ik heb. Uh, wij zijn allebei bij een psycholoog geweest. Ja. Um, wat overigens, vind ik, echt gewoon basis moet zijn voor iedereen. <laughs> ik denk dat zoveel mensen baat zouden hebben bij psychische hulp. Zeker. Uh, dat is zeker niet iets om je voor te schamen. Nee. Um, ik heb EMDR-therapie gehad. Jij ja, uiteindelijk? Nee. nee, helemaal niet hè? Nee, heb ik niet gehad. Nee, ik had, was toen voor de bevalling. Dus uh, daar is ook een video van op Beauty Gloss, Onze traumatische bevalling. Daar heb ik dus echt therapie voor gehad. Ik heb geloof ik 13 sessies gehad of zo. 14. Mm -hmm. um, dus dat is mijn ervaring ermee. Uh, even buiten zeg maar het zelfwerken in de psychiatrie. Dat is natuurlijk heel anders. Maar zelf ook gehad. Heb er heel veel aan gehad. Uh, het begon met bevalling eindigde in ik heb ook een angststoornis. Gegeneraliseerde wel, maar dus toch wel een soort van dat ik dacht van oh, maar ik ben zo stoer, ik ben nergens bang voor. Maar het is niet per se dat je ergens bang voor bent, maar gewoon wel anxiety en stress, dingetjes. Mm -hmm. uh, daar toen nog drie sessies over gehad, geloof ik. En toen uh, ja, had ik zoiets van wow, dit is echt zo fijn geweest voor mijn mentale staat ja. en jij. Ik heb het uh, na het overlijden van mijn vader, ben ik naar de uh, psycholoog gegaan. Ja. Daar heel veel over gedaan en gewoon... Ik, ik moest leren om emoties te voelen. Ja. En dus ook te erkennen. Ja. En uh, schrijven heel veel, dat helpt heel erg veel bij mij. En dat is dus iets wat ik eigenlijk al nu veel te lang niet meer heb gedaan. Ja. Dat zou eigenlijk elke dag moeten doen. Eigenlijk moet ik dat elke dag doen. Ja. Na, en aan het einde van de dag of zo. Dat werkt voor mij wel het beste, denk ik. Maar dat is echt zo man-eigen, dat jullie geen emoties uiten. Of nou, nooit geleerd hebben dat het. Nee, okay... dat mocht nooit. Nou, dat. Ik denk dat, dat het heel traditioneel gezien de jongens huilen niet. Mentaliteit. Juist. Jongens, mannen mogen niet huilen, mannen moeten stoer zijn, mannen ja. moeten. Uh, they're, they're... Suck it up. Suck it up. Ja. Maar dat heb ik ook wel letterlijk gehoord, hoor, meerdere keren. Ja, en ik denk dat, dat er heel veel mensen zijn die dat van vroeger, ja, ik weet niet of dat onze generatie is, want volgens mij is het met die Gen Zers dat ze dat juist heel goed kunnen. Ja. Uh, maar van onze generatie, uh, ja, we hadden natuurlijk uh, de Boomers en zo die geleerd hebben van, ze hebben dat ook geleerd weer van iemand. Tuurlijk. Dit is gewoon ja. een, een, een cyclus die doorgaat. Kijk, wij breken hem nu, maar. Dat klopt, maar dat is dus iets wat ik heb geleerd van mijn psycholoog. Ja. Want de Boomers, onze ja. ouders, ja. die komen uit een periode. Waarbij ze blij moesten zijn. Ja. Want hun ouders kwamen net uit de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus zij moesten blij zijn dat ze eten hadden. Ze moesten blij zijn dat ze een dak boven hun hoofd en al dat soort dingen. Die mochten nergens anders over zeuren. Want geef dat... ze ongelijk. En dat is hartstikke ja. logisch. En dat ja. hebben zij meegekregen. Dus ze hebben daar ook nooit een verandering in kunnen maken. Op, in dat opzicht. Want dat is. Het was bij hun veel dat is meer. De het is. Ja, het ja. was er veel meer. En zij hadden dat ook echt van ja, daar moet ik wel dan echt blij mee zijn. En wij ook wel, ja. uiteraard. Maar het was toch anders. Want wij hebben andere tijden. Ja, ook. hele andere tijden. Want ja. Zij hebben dat op die manier nooit geleerd. Um, en hun ouders waren natuurlijk nog harder. Ja. Dan veel harder. En onze ouders waren daar al wat milder in. En wij hebben, dan zitten dan nu in de. Oh, maar je moet eigenlijk best wel gewoon over je gevoelens gaan praten. Het ja. is helemaal niet goed om ze op te kroppen. Of nee. überhaupt zoals ik had. Dan vroeg ze: En hoe voel je je daarbij? Niet, niks. Ja, ja, geen ben je, gevoel. Ben jij echt, ja, ja hoe zo moet ik me daarbij voelen? Het enige wat ja. ik echt kende was blij, boos. Er zijn zoveel emoties. Dat is het. Nou, daar ben ik wel gekomen ja. ja. Want zij zei in het begin van, schrijven ze een paar emoties op. Wat schreef je, blij en boos, zeker. <laughs> ja, blij, boos, verdrietig. Uh. We hebben van die poppetjes voor onze dochter. Ja, daar ken ik er ook wat meerdere. Maar en, 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 er zat een hele waslijst met allemaal benamingen van emoties, dat je denkt, oh ja, eigenlijk voel ik me wel meer zo dan weet ik veel, whatever. Dus ik ben een beetje, dus ja, ook uh, traumaverwerking is dat mm -hmm. wel. Heel uh, erg. Ja, emoties uh, gaan voelen en. Uh, delen. delen. Of met jezelf in ieder geval opschrijven. Ja, voor mezelf. Uh, en heel erg gaan schrijven over hoe ik. Uh, over, over iets wat dan bijvoorbeeld vroeger is gebeurd. Mm -hmm. Wat dan, waar je dan heel erg. Het was heel moeilijk. Want dan hadden we een verhaal en dan. Mm -hmm. m, wat, waar denk je dan aan? En dat was dan een gebeurtenis van vroeger en dat heb ik helemaal opgeschreven. Hoe ik me bij, daarbij voelde en al dat soort dingen. Maar dat is wat ik heb gedaan. Ik had geen EMDR uiteindelijk nodig. Nee. Maar je hebt er wel veel aan gehad. Je hebt wel heb veel sessies ook gehad. gehad, toch? Ja, joh. Ja. Echt, ook twaalf of zo? Ja, zoiets. Vijftien? Ja, veel, veel ook. Veel. Ja, ja ik weet niet wat veel ook. is, maar... Joh, veel. Je moet gewoon doen wat, uh, wat maar dat was super. Wat kan. Ja. ja. En zij, uh, toevallig, is hoe oud? 27, toch? Ja, degene die een bericht heeft gestuurd, 27. Ja. En ik heb altijd van jou geleerd, wat jij hebt, je... Uh, in jouw studieperiode geleerd <laughs> hebt... is dat je vanaf je... Ja, 30, 35, is, is, dan komt wel alles eruit. Ja. Dus ze er vroeg bij. Ja, 30, 35. Als je, als je dan nog niet zeg maar, de dingen verwerkt hebt... Uh, als je jong bent... Mm -hmm. dan gaat dat wel een aanslag op je mentale staat en je lijf inderdaad hey, zijn. Ja. Uh, dus dat is bij deze ook een uh, voorzichtige waarschuwing voor anderen... die het nog steeds opkroppen wat ze als kind hebben meegemaakt. Zo. Uh, doe er wat mee... Ja. Want uh, voor je het ligt je met migraine en weet ik veel wat allemaal. Mm -hmm. um, ja, dat is wel heel interessant om te zien en om te horen. Ik moet wel zeggen, we hebben veel vrienden om ons heen die ook. Uh, Zeker heel ja, veel. Ja, dat is ook echt een generatieding. Volgens mij was het vroeger zo: van je gaat naar de psycholoog, dan ben je gek. Ja, ja. en je hebt nu dus al dat er ook uh, jongere kindjes tegenwoordig gewoon naar de psycholoog ja. gaan. Ja, maar wat? dat was wel, ik moet zeggen, dat heeft mij toen geïnspireerd. Want ik deed eerst um, onderwijsassistent en ja. Heel veel gingen daar naar de pabo doen en zo. Ja. Maar toen werkte ik dus met kindjes in scholen. En toen vond ik het extreem interessant dat er mensen naar... Uh, dan kon je naar schooltijd naar een soort programma. En dat was dan voor moeilijkere situaties. Kindjes die thuis voor een moeilijke situatie hadden... of moesten leren om voor zichzelf op te komen. Ik vond het zo fascinerend. Ik was veel meer uh, dat ik dacht... wow, dit, dit vind ik tof en dit wil ik doen. Ja. Ik wist als kind niet dat dit bestond. Nee, tuurlijk niet. Ja, maar dit was er dus wel al. Maar, ik, maar hebben wij dat ook wel echt al? Ja, 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 ja. Ik denk dat wij dit misschien... Ja, of of ja. je hoort het niet. Of, Maybe, ja. Ik weet niet, maar ik vond dat heel tof. En dat was dus ook de reden dat ik die kant op ben gegaan. Dat, uh, maar het was vroeger, en dat merkte je nu ook al... Jij ja, werd niet over gepraat. Nou, nee, maar je, bent ook, je moet ook wel gek zijn om naar de psycholoog ja, te precies. gaan. Ja, precies. wat ik zei, wat, van dat onzin. Het is echt een cadeautje als je naar de psycholoog gaat. Ja. Um, eigenlijk zou iedereen die, zeg maar... Richting de 30 gaat dat, dat je, soort van dat van je verzekering krijgt dat je even op zijn minst drie sessies ja. naar een psycholoog gaat. Ja. Waarschijnlijk onmogelijk want de wachttijden zijn ook lang, Nou, dat is wel waar. Ja, dat is wel als we lang moeten wachten. Stel je hoort dit nu en je denkt misschien moet ik ook zoiets doen, ga dan echt zo snel mogelijk naar je huisarts want de wachttijden zijn maanden ja. eer je een keer aan de beurt bent en ja, dat ja. is gewoon dus gewoon te kort en zo. En ja, uh, ja wacht daar niet mee. Nee. Je kan Zeker. het altijd nog afzeggen. Je kan altijd op het einde denken: Weet je wat? Misschien hoef ik het toch niet. En dan bel je even. Ja. Heb je in ieder geval die afspraak gemaakt? Dat. En, en, en ze hadden het ook over ADD? Ja, dus ja dit, is, het, dit is afwachting. Afwachten, ja, ja. Ja, dit is dit thema, jongens. Ja, <laughs> ik heb het er niet per se vaak over in video's, en zo. maar ik heb dus met ADD'ers, ADD'ers gewerkt. En uh, ik gaf dan groepsherapie en introles en alles. En het is echt heel bijzonder om te zien. Ja, hoeveel mensen ook bijvoorbeeld nu niet weten dat ze het hebben, nee, of mensen die we kennen, die nu bijvoorbeeld diagnose krijgen en stel ik ook altijd. Dus dan ga je echt door een rouwproces? Als je op een oudere leeftijd een diagnose krijgt, zoals dat en dan dat je dan beseft waarom je dus altijd er langer over deed op school, of altijd net even te laat kwam, of zo, weet je wel dat dat dus niet per se aan jou ligt, maar omdat jouw hersenen anders werken, ja, en uh, dat is niet verkeerd. Nee, ja. Maar het is wel, als je nu denkt van, oh damn, het is wel zo trouwens dat tegenwoordig, wat ik ervan gehoord heb, is dat ze wel vaker goed ermee omgaan. Zeg maar qua dat je meer tijd krijgt voor een test en meer. Oh, dat is goed. Um, ja, dat er wel echt rekening mee gaat. Want vroeger was het zo van, oh ja, maar kinderen hebben ADD en zo. Nee, we zijn echt heel volwassenen die het hebben. En die ja. nu beseffen van, wow, als ik dit eerder had geweten, dan was mijn leven misschien er ander, anders uit gezien. Ja, wie weet. Ja. ja, want ik heb het ook wel met de psycholoog erover gehad. Ja. Uh, van dat ik het, dat ik misschien iets heb. Of nou, je hoe herkent je moet jezelf noemen. erin. Laat het zo zeggen. Je zeker. Sommige uh... dingen wel. En, dat is, en dan en dan is het. Toen zeiden ze ook van: oké, okay, ja, dat kan. Je kan altijd dat zo'n zo'n uh, hoe noem je dat een test? Je kan je laten testen, ja. Ja, kan ik wel altijd aanvragen. En toen zeiden ze: maar je moet wel even zeker weten of je dat wel wilt. Of kan jij hoe je nu leeft, kan je er gewoon zo mee leven? En zou je dan wel gelijk aan een medicatie willen? Ja, ja of nee? Ja, dat is een keuze die je voor jezelf maakt. Ja, of red je het zo? Dus, dus ja. ja, weet je wat? Het is lastig. De, de regel was bij ons altijd, hoe ik het leerde, was: belemmert iets je leven? Mm -hmm. Dan is het handig als je daar hulp voor zoekt. Belemmert ja. iets niet je leven? Is ja. dan, weet je wel? Want. Ik dacht ook toen ik met, met die angststoornis diagnose dacht ik ook van belemmerd het mijn leven. Ja, op dat moment wel, omdat ik, ik, ik heb heel erg stress met inpakken en zo. Ja, dat klinkt heel grappig, maar dit is echt een ding. En toen dacht ik, ja, dat belemmerd me wel. Op dat klinkt moment. helemaal niet grappig. Nee, nee, maar ik denk dat de menig persoon denkt. Dat was bij de vlog zo ook. dan zeiden mensen, hé, waarom ben je toch altijd zo? Uh, soort van, het is altijd uh, weer warm met inpakken. Maar nu snap ik waarom. Maar dan belemmerd het je. Maar op het moment dat het je niet belemmerd, stel je hebt voor jezelf een techniek gevonden dat werkt en je hebt er geen stress van. Ja. Ja, ja, maar, yeah, maar ja, dat. Ik denk dat iedereen wel zoiets heeft. Want ik heb dat altijd met als we ergens naartoe moeten. Dan ben ik altijd aan stress. Zo van: kom nou, kom nou, kom nou, kom nou, kom nou, tchamoon, tchamoon. Ja. Ik ben al lang klaar. Ja. En dan zit ik maar te wachten en te wachten. Ja, maar en... dat is ook gewoon omdat ik mijn glam dan nog niet op tijd heb. Ja, ja, weet ik. het vond irritant. stond irritant. <laughs> je, 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 niet dat je niet mooi bent, want je bent super mooi daarna natuurlijk. En ik weet Dank dat je. het, het is heel belangrijk is, want jij voelt je daardoor ja. weer veel fijner. Ja. Uh, maar daardoor heb ik dan heel veel stress. En uiteindelijk. Is nergens voor nodig die stress. Nee, want we zijn dan vaak ofwel te laat of helemaal niet. Maar dan maakt het ook niet altijd uit. Nee. En dat is nee. ook wel weer iets wat ik. Dat was vooral uit het boek en ook van de psycholoog. Van oké, okay, en dan? Ja, wat maakt ja En, dan. en nu, wat waar? Ja. ja. Maakt het uit? Nee, kijk, weet je, ook qua tijden, dat is in ieder geval, als ik terugdenk aan de tijd met de cliënten en het ging over plannen, dan is het heel erg van. Um, is het een tijd die... Kijk, is het een afspraak bij een dokter bijvoorbeeld? Die dokter heeft tien minuten voor je. Dan moet je wel goed op tijd zijn, natuurlijk. Hey, Oké, okay, tuurlijk. Ja, maar is het omdat je bijvoorbeeld, weet ik veel, met iemand een koffie gaat doen? En, uh, of je, of he, nog simpeler, je hebt iemand thuis afgesproken... en je hebt afgesproken, uh, nou, rond uur ben ik er. Dan hoef je echt niet elke minuut op je klok te kijken... of je er wel exact om drie uur wel dan bent, nee. zeg maar. Is echt, uh, uh, dat, dat gaat je echt heel veel stress besparen. Ja, dat is wel zo. Kijk, behalve als je diegene kent en diegene heeft gezegd... ik wil graag dat je er stipt om drie uur bent. Maar heeft iemand het ooit meegemaakt dat je met vrienden chillt... en die zegt, ik wil, graag, ik wil graag dat je er stipt om drie uur bent... zodat wij een kopje koffie kunnen drinken... en dat we daarna dit doen en daarna het avondeten? Nee, <laughs> ja. uh, denk ik niet. Nee. Nee? Nee. Een meeting? En dan la. ligt het ook niet aan jou. Nee, maar een meeting, ala, ja. dokter, ala, werk, ala. Maar mm -hmm. uh, ja, ja. Er, er zijn gewoon en de trucjes zijn. Dus bijvoorbeeld dat je weet van, oké, okay, als ik het ochtends doe, heb ik minder ja. stress. En zelfs soms bij een meeting maakt het ook niet heel, altijd heel erg veel nee, uit. Nee, die ja, ik denk, ik denk, dat zeg maar als je het opweegt tegen hoeveel stress die je ervan krijgt. Want als wij nu een meeting ergens hebben, ja, en we hebben afgesproken om kwart over vier. Ja. En diegene zegt om kwart over vier, hé, hey, ik ben vijf minuten later. Oké. Okay. Ja, dan vind jij het heel erg. Wat? Nee, dan maakt het uit. Nee. Weet je, dan weet je, haal je het in. Dan is het gelijk. Oké, okay, hey, dan gaan we. Als je echt een tijdnood zit, dan skip je de small talk. Weet je wat ik ook een keer uh, in een uh, groepssessie met cliënten toen meemaakte: dat het ging over een brief op de post. Dat vond ik ook heel interessant. Toen ging het over van ja, um, uh, dat iemand zei: Ik heb op dit moment geen werk. En dan weet ik dat ik een brief op de post moet doen. En dan kan ik daar dan de hele dag tegenaan hikken. Ja ik ken dat dus niet, maar dit is een ding dat mensen krijgen daar echt stress van en de oplossing is dan gewoon het eerste wat je doet is opstaan, gelijk die brief en dan ben je er vanaf. Ja, ik uh, heb dat wel is als ik bijvoorbeeld ik heb wel eens een keer bijvoorbeeld sneakers verkocht. Ja. En dan moest ik ze gaan opsturen. Oh ja, ja, maar weet je dat is ook een irritant proces. En dan heb je een moment of een, of een, of een periode waarin je dat kan doen, als je dan te laat ja, bent, krijg je denkt. Ja. En dan denk je, moet het nog doen, moet het doen, moet het doen. Ja. En oké, okay, ik moet het wel nu echt gaan doen. Ja. Dus dat is, ik denk dat het een beetje hetzelfde idee is. En uh, daar zou ik wel stress van kunnen krijgen. Ja. Hulp vragen? Vraag wie iemand anders eventjes je kan helpen met op de bus doen. Oh, je kunt toch zelf ook wel? Nee, maar je kan toch vragen of ik je even een reminder geef ja, okay, dus van liever je moet dat ding nog. Wel. Ja. Ja, en weet je wat ook zo is? Er zitten allemaal subs. Dit vergeten mensen zo vaak. Ja, we gaan het nu over plannen, maar mensen vergeten zo vaak dat er zoveel substappen zijn. Mm -hmm. Je moet namelijk dat label printen. Dus dat bent dat Queen je... van plannen. <laughs> nou, je moet. Nou, ik ben niet. Weet je, het is. Ik ben super geotisch, maar ik heb mezelf wel systemen geleerd. Je maar... bent de Queen. <laughs> Thank you. Je moet de printer bakken. in de kast. Je moet kabel van de printer in het stopcontact doen. Vervolgens moet je papier hebben. Moet je erin doen. Printer moet genoeg inkt hebben. We hebben, hebben geen inkt en geen printer. <laughs> wij, nee. wij hebben een printer, maar heel vaak is die inkt uitgedroogd. Zo weinig gebruiken we hem. Vervolgens moet je dat label printen. Moet je knippen, plakken. Moet je een doos hebben waar de schoenen in gaan. Ja. Tape hebben, niet vergeten. Mm -hmm. Label erop plakken. Ik, ik leg dit nu heel snel. En, en je, je telefoon moet wel goed kunnen connecten met die printer. Klopt. Ja, we zijn ja. ook van de generatie dat als het soms niet lukt... dat we dan in één keer in een boomer veranderen... en niet <laughs> meer weten hoe iets werkt. <laughs> Ineens. <laughs> <Ja>. <laughs> Suddenly. Maar um, uh, ik, ik heb nu al zeg maar letterlijk twaalf stappen genoemd. Ik vind het heel gek dat, dat je er tegenaan hikt omdat ja. je denkt, oh my god, zoveel stappen. Um, uh, maar ja, heel simpel, als je dat dus uitschrijft, inclusief de stekker erin doen, een papiertje erin, dat soort, dan is het vaak nog wel een soort van te overzien. En dan is het gewoon een kwestie van plakken op de fiets stappen, naar postkantoor en brengen. Ja, nou, we zijn 15 stappen verder ongeveer. Dat is wel waar. Maar als je het dan hebt gedaan, dan voel je je vaak. Ja, je je maar ja, het, het chillst is dus natuurlijk als je gewoon gewoon, hap, 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 hap in de ochtend. Ja. Nee, dat is waar. Ja, of vraag ja. of iemand wil helpen. Ja, dus. Als ze zich afvraagt of wij ons her her herkennen. Ja, tuurlijk. Ja. En ook, wat ze zei dus, dat ze het gevoel heeft... dat ze soms achterloopt op andere mensen. Ja, maar dat, dat is denk is ik... Iets oh, dat iets wat is... iedereen heeft. Iedereen heeft het. En dat ga je voor altijd hebben. Ja, echt. Ik dacht dat het een quarter life crisis thing was. Nou, volgens mij ben ik vijf quarters verder. Dat heb je altijd. Ik heb, het, ik heb altijd. het nu heel erg dus met mijn lichaam. Ja. Dus dat ik denk, ik loop achter op... Ik kan sommige dingen niet doen. Ja. Uh, ik kan niet... Trainen zoals ik zou willen. Ik ja. kan niet sommige dingen met Mila doen zoals ik zou willen. Mm -hmm. en van alles. Ja. En dat is, dat is echt heel naar. En dan heb je dus het idee dat je achterloopt. Ja. Um, uh, je loopt achter de boekhouding altijd aan. Ja. <laughs> dat, maar het, het zijn altijd dingen waar je achteraan loopt. Ja. En dat je denkt, oké. Okay, dus dat, ja, nee, dat gevoel heb je altijd. Altijd. Het is echt Er was een soort van moment. Dat had ik het laatst nog over um, in een video dat ik zei van ja weet je nog dat waar een soort van er is een moment dat je afgestudeerd bent en dan een soort van veel met je vrienden chillt en zo en denkt oh maar kijk ik voelt het salaris en ik heb een woning en dit blablabla dat je een soort van freedom voelt ja. en daarna gaat het bergafwaarts. Oh ja zeker. Maar ik weet nog dat toen zeg maar ineens kwam het moment dat ik zei jeetje wat heb ik, ik heb, en die boekhouding en ik moet dat doen en ik moet dat doen oh mijn God ik ben vergeten ik daar, afspraak dat houdt niet op. Nee, Dat, houd dat ik niet. Leven, op. dat is de rest van je leven. Succes ja. met de rest van je leven. En, en, en het feit dat je dan inderdaad denkt van, oh, maar ik loop achter en anderen hebben al dit. Bijvoorbeeld iemand heeft al een huis en jij woont nog thuis. Whatever. Dit gaat de rest van je leven gaat dit een ding zijn. Ik denk zelfs dat mensen met zo ontiegelijk veel geld die nooit meer hoeven te werken. Tuurlijk. Dat die gewoon dezelfde stress die hebben. Brus, dezelfde ze, manier. Die hebben ze ook. Ja, die precies. Hebben... Klopt. En die nog steeds het idee hebben dat ze achter de feiten aanlopen. Elke week. En, en je, en, en, maar wat ik wel altijd heb geleerd is dat je nooit moet gaan vergelijken met klopt, iemand anders. Dat zeg ik altijd. Maar dat ga je alsnog doen. Ja, je gaat het doen. <laughs> maar het is wel het handigste om het op te doen. Als je er lossen, bewust van bent. Ja, je, je moet er even gewoon even weten dat you're not Alone. Uh, nee. Laat het bij de comments achter onder de video. Wie dit herkent, maar dat je altijd zoiets hebt van: oké, okay, maar wacht, ik loop naar. Kijk, het leven is geen wedstrijd. Zo moet je het ook echt niet zien. Nee, um, en het heeft ook niet per se met jaloezie te maken? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Het heeft meer te maken met dat je... Uh, dat, dat, ik heb een keer geleerd dat het dus normaal is om in hokjes te denken. Mm -hmm. En om je dus te spiegelen, dat is goed voor de mensheid ofzo. Ja. Dat wij weten, zeg maar, en nee, ik denk niet in hokjes. Jawel, dat doe je wel. Zo werkt je brein en dat is goed, want dan kan je dingen onthouden, anders vergeet je alles. Als ze allemaal los zijn, zeg maar. Um, dus het is menselijk om dat te doen, maar het is gewoon beter om jezelf niet te vergelijken met, nou ja, wat ik altijd zeg: jouw uh, hoofdstuk 1 met iemand anders hoofdstuk 20 vergelijken. Nou ja, dat is een hele goeie. Misschien dat iemand inderdaad al een koophuis heeft en jij woont nog thuis. En iemand heeft al, weet ik veel, een bepaalde functie op werk. Terwijl jij nog aan het studeren bent en zo. Maar iedereen heeft zijn eigen boek wat hij schrijft. En, Klopt, eigen... en, en die mensen kijken dan ook weer naar jou en denken van oh, maar dat is eigenlijk wel. Oh, absoluut. Er zijn genoeg mensen die jou, jij denkt nu van, oh mijn god, ik loop achter me in alles. En er zijn genoeg mensen die jou nu zien denken. Oh my god, ik wou dat ik had wat zij had. Weet ja. je wel. Misschien heb jij nog ja dat je heel erg free bent in bepaalde dingen in het leven wat die ander dan weer mist. ja, maar... dus denk van, ja. Hey, Ik heb daar een goede uh, anekdote voor mezelf ja. uh, van. Ik weet nog wel toen ik uh, ooit stage liep of misschien werkte ik, toen, know, in ieder geval bij een uh, bedrijf. Ja. En, bij die makelaar bedoel je? Grote? Ja. ja. Mm -hmm. En dat iedereen daar dan iets had bereikt in die wereld. Ja. Uh, en dat ja, dacht, maar je bedoelt al die mensen die 15 jaar ouder waren ook? Nou ja, ja, maar toch. Ja. En ik denk dat wil ik ook. Ja. En dat ik denk, maar uh, ze, ze, ze waren niet 15 jaar ouder, niet iedereen. Nee, waren ze ook al. Sommigen waren gewoon een paar jaar ouder. Ja, maar een paar jaar is veel, hè? Nee, dat is ook zo. Maar ja. dat is niet wat je op dat moment beseft. Nee, precies. Dus dan dacht ik, oh, maar dat wil ik ook. Maar ik wil ook iets anders, dus dat ga ik dan nooit redden. Of dan, ja, maar dan moet ik toch weer uh, weer studeren. Dan moet ik toch weer andere diploma's gaan behalen. Al mm -hmm. dat soort dingen. Maar zouden aan de andere kant, dacht ik ook wel weer van, oh ja, maar je kan eigenlijk doen wat je wil. En je kan, als ja. ik iets anders wil gaan doen, dan kan dat ook. Maar dat kan Al dat soort dingen Ja, maar. Dat hadden zij dan dus absoluut niet. Zij hadden zoiets van: ja, maar jij bent jong, je hebt nog geen kinderen. Ja, dat was je altijd hebt... een ding. Mensen ja. met en zonder. Ja, het dit... is wel stabiel bij ons. Ja. Je zou die stap kunnen, die of het, het, het kunnen wagen van een gezin starten bedoel je? Of... Nee, naja, of gewoon heel iets anders gaan doen. Ja. ja dat oh, zou ook ja, ja. kunnen wagen, geen want dan, dan zou ik niet. Pre nee, precies. Ik zou niet zo heel hard vallen, want je hebt geen koophuis. Je hebt geen hypotheek. Je hebt geen gezin om te onderhouden. Dat soort dingen. En, 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 en nu denk ik, ja, dat snap ik wel. Maar aan de andere kant denk ik, maar ik zou dan nog steeds wel die stap, denk ik, wel durven maken. Nu. Is, ja, bijvoorbeeld als ik iets heel anders wil nu doen of zo. Ja, oké, okay, maar dat komt ook door de privilege die we hebben. Ja, vanwege. Nee, maar precies. O, maar wat. dat was dus het ding. En daar ja. keek ik naar hun heel erg op. En zij keken dan op die manier. Ja, bent jong je kan nu. Er... Ja. ja, van oh, misschien dacht zij wel, oh ja, maar jij kan dat wel doen. Dat zou ik ook wel willen. Ja. Ja, ik weet wel dat, dat echt een ik weet wel dat toen, toen inderdaad op een gegeven moment dat wij dan jong waren en en al uh, ja gewoon eigen woning en alles en dat er echt mensen waren met kinderen die zeiden... wacht nog even want je zit echt zo vast en alles dat ik dacht nou jeetje wat negatief en zo ja maar nu mijn kind heb ik zou so I wouldnt trade it for the world maar uh, denk ik oh ik snap wat ze bedoelen want toen konden we inderdaad nog oh, op de trein springen hop naar Berlijn en feesten en nu is het gewoon uh, ja je zit om met een schema en alles ik denk ook dat ik gewoon niet volwassen genoeg was toen uh... Jawel. Om al een kind te hebben. Ja, nou ja, misschien wel, maar nee. Ik ben wel blij dat we op deze leeftijd een uh, ja. klein hebben. Het is wel anders dan toen. Ja, dat is waar. Ja, ik, uh, uh, dit yeah. is dus echt een voorbeeld van op ieder op zijn eigen tijd. Ieder Tuurlijk. zijn eigen hoofdstukken, zijn boek en, en situaties. En Het enige dat zeg maar, als je het idee hebt van... oh, ik loop achter. Over, oh, please don't. Het is echt... Wat dat betreft, er is al, weet je wat het is? Er is altijd wel iemand waar je op achter loopt. Er is yeah. altijd wel iemand die een stapje voor is op jou of die... Maar dat zou niet voor jou een soort van belemmering moeten zijn of een onzekerheid, want jij hebt gewoon je eigen boek, je hebt gewoon je eigen leven. Precies. Er is ook altijd een, of nee, altijd. Wat ik dan wel eens <laughs> ja. zie, is dat dan Jeff Bezos weer de rijkste is, mm -hmm. of dan is uh, Elon Musk weer de rijkste. Ja. En waarschijnlijk denken zij ook, crap, hij is nu meer waard dan ik. Oh, ja. crap, hij, hij loopt niet... voor op me. Dus zij lopen ook steeds weer achter, achter op, op, elkaar? op elkaar. Ja, hoe zie je dit? Achter op elkaar of voor op elkaar. Who cares? Half vol of half leeg, <laughs> ja, weet ik niet. Maar um, dus ja, met andere woorden, ik denk dat zelfs zij dat wel hebben. Ik weet het wel mm -hmm. zeker. Tuurlijk, denken ze dan van crap. Iedereen heeft dat. En het enige wat je kan doen, is er gewoon niet meer. Ja, is zeggen, maar gewoon er niet mee bezig zijn. Want er zijn andere ja. dingen om mee bezig te zijn, met je Tuurlijk. hoofd, zoals je eigen ontwikkeling en je eigen mentale staat. Um, Terugkerend op jouw uh, rug, zeg maar. Uh, jij hebt natuurlijk toen geschreven heel veel. En dan oh ja. je ja. wat ik dacht ook van misschien praktisch voor mensen die het luisteren, die denken ik merk dat ik ook lichamelijk ergens last van heb en misschien is dat toch, als je nu luistert en je weet het van jezelf. Ik denk dat mensen dit nu luisteren onbewust weten van misschien heb ik ook psychisch iets wat mij belemmert van vroeger oh. waar ik nooit wat mee heb gedaan. Wat uh, ja, wat heeft de psycholoog nou verteld? Nou ja, psycholoog of dit... Ik, waar, waar ik dus met, met het schrijven... want het is een beetje een, een soort mix. Ja. Uh, want waar zij het dan over hebben... en die andere doktoren... is dat ze zeggen... er is iets waar je aan moet gaan werken. Ja. Mentaal. Maar dat doe je niet. Ja, je kropt dus, het op. ja Dus zegt je lichaam van... Hey, Klaar nu. of je hersenen zeggen... Hey, je moet gaan werken, maar ga je het niet doen... Dan ga ik je pijn geven. Ja. Want pijn is natuurlijk een alarmsignaal. Ja. Zo van: er is iets wat er moet gebeuren. Yep. Dus en de, en ook dat heeft me dan extra geholpen: van oké, okay, dan moet ik toch maar naar de psycholoog. Maar ik zal, zal ik eens even, even laten weten wat ik dan. Niet ja. wat ik opschreef, maar. Op uh, wat voor manier. Juist. Want je hebt een soort van techniek dat je net doet. We gaan even heel praktisch. Ja, die heb ik, die heb ik dus geleerd van de uh, psycholoog. En hij doet het op zijn telefoon. Hè? Hij doet het niet op papier, dat kan natuurlijk. Maar je kan het ja. gewoon op je telefoon in de notities schrijven. Ja, ik zag toevallig zat ik er van de week aan te denken dat ik hem even moet aanpassen. Want ik heb nu duizend notities per dag. Of tenminste van, dus van die dag. En dan de volgende weer een notitie van die dag. Maar ik ga ze oh, denk ik in één even bij elkaar gooien. Doen. Ja. Uh, de oefening van de psycholoog. Dan schrijf ik bijvoorbeeld een gedachte op. Ja. Dus of iets wat daar is gebeurd. Ja. Daarna schrijf ik het gevoel wat ik erbij krijg. Mm -hmm. Dus is het stressvol? Ben ik er kwaad om? Hoe voelt het? Van is, voelt het alsof. Ja, whatever. Of voel je je niet geliefd? Whatever. Mm -hmm. Maakt allemaal niet uit. Mm -hmm. uh, daarna het energielevel ervan. Ja. Dus vreet het energie of niet? En... Ja, ook gewoon dat, dat schrijf ik dan op. Dan bijvoorbeeld lichamelijk. Mm -hmm. hoe voel ik er lichamelijk bij? Want als je daar echt op gaat letten, dan soms voel je gewoon in één keer als iets heel leuk is, want ook dat soort dingen schrijf ik dan wel op. Mm -hmm. Voel je dan ook echt daadwerkelijk dat je voel je, je lichter, ja. of voel je dus je hart heel erg kloppen, of dat je gewoon echt je hart klopt, ja. dat je dat echt voelt, of dat je er misschien wel hoofdpijn van krijgt, of dat ik dus de pijn krijg die jij in je been. ja. Ja, en daarna de actie van, oké. Okay, maar wat moet ik eraan doen, wat kan ik eraan doen, of wat, wat, wat heb ik gedaan? Ja, ja dat. Maar wat Welke actie zou, ga je ondernemen? Moet ik, onder, ja, ga je ondernemen? Um, ik heb dus uh, ook uh, um, cognitieve gedragstherapie... Uh, bij de groepsherapie. dingen gedaan. Niet als dat doet een psycholoog, maar ik zat erbij, zeg maar. Ik mocht mee helpen assisteren, dat is leuk en dat was een beetje ook dit, alleen dan uh, simpeler. Ik denk dat dit waarschijnlijk de moderne manier is, ook met pijn in je lichaam. Maar daar was het inderdaad wat, is, wat gebeurt er en wat roept het bij je op? Mm -hmm. En een goed voorbeeld daarvan was dat uh, stel je ligt op bed en je hoort een heel hard geluid. Um, jij denkt oh mijn god een inbreker. Ik word hem. Ik denk oh zie me even weer wat omgegooid. Ik denk andersom. Ik, ik wou net maar... zeggen het zou eerder andersom zijn. Maar goed, oké okay, jij zegt Oh zie je me weer irritant aan doen. En ik denk, oh mijn god, een inbreker. En dan schrijf je daarna, wat voor emotie uh, roept het op bij jou? Nou, bij mij angst. Bij jou irritatie. Ergernis, ja. Ergernis, irritatie. Uh, daarna, uh, wat, is, wat, heb je, wat doe je vervolgens? Wat heb je toen gedaan? Wat is, uh, in mijn geval, ik maak hem nu extreem, drie uur wakker gelegen. In jouw geval? Om... Kan... Nee. Jij zou niet drie uur wakker liggen, want ik ga kijken voor jou. Ja, dat is waar. Mijn reddernoot hier zou voor mij. Ik, nee, nee, mijn actie zou dan zijn: Kreeg wakker maken. Ja, dat is wel waar. <laughs> um, uh, en vervolgens uh, actie: jij bent mm -hmm. gaan kijken, en dat heeft mij tot rust gebracht. Gevolg, ik ben verder gaan slapen. Dat is ja. trouwens echt een hele goede mm -hmm. oplossing op dat moment dat jij dat dan voor mij zou doen. Mm -hmm. Maar eigenlijk zou het natuurlijk idealer zijn als mijn reactie zou zijn. Oh, een geluid. Nou... Dat zal het zal wel. En verder slapen. Het zou ja, mij minder is, stress ja. veroorzaken dat ja. als ik gewoon rustig verder zou slapen. Of als ik zelf zou gaan kijken. Bijvoorbeeld. Dat ik even ga kijken. zou wel. ja... Nee, gewoon eigenlijk moet je denken, ja, het zal wel, whatever, verder slapen. En in jouw geval is het waarschijnlijk achiem. En je draait je om en je slaapt verder. Dus hoe anders reageren wij op exact dezelfde mm -hmm. situatie? En dat was heel leerzaam. En uh, dat kan je dus voor jezelf ook als soort van test doen. Dat is ook iets wat je onder begeleiding met een psycholoog moet doen eigenlijk. Maar gewoon je zou voor jezelf ook al kunnen opschrijven. Van wat gebeurt er? Wat was mijn emotie erbij? Wat, hoe reageerde ik erop? En ben ja. ik er eigenlijk wel blij mee? Mm -hmm. Hoe dat ging? En, ja. en zou ik het anders willen? Ik, nu, ik beschrijf nu per ongeluk iets wat serieus dus angstig is zou zijn voor mij. Maar um, dat kan ook een andere manier opwerken. Ja. Dus misschien heb je wel een trauma van iets. Reageer jij heel erg geschrokken op iets of boos? Uh, of angstig, terwijl een ander zeggen: zeggen Oh, nou, boeien. Ja. Weet je, een hondje lekker boeiend. En een ander die, uh, die rent gillend weg. Um, ja, dus zo kan ja. het ook. Hey, en weet je wat, waar ik in één keer ook aan zit te denken? Ja. Want wat ik dus ook wel heb geleerd, ja. uh, en ook weer uit het ook, ook uit boek en van de psycholoog, nou. is toch wel mediteren. Ja, dat, doet jou, dat helpt jou veel hè? Ja, en ik doe dan ademhalingsoefeningen. Ja. Uh, en dat is eigenlijk ook wel hetzelfde hoor. Maar waarom haat je ASMR dan zo? Uh, I don't like ASMR. Maar waarom? Dat is echt heerlijk meditatieachtig. Nee. Maar, dus dan doe je mediteren en nee. dan... Uh, wat ik dan dus ook doe... Ja. is uh, a tracking. Uh, de, en, uh, wat is tracking? Nou, dit is dan weer voor, voor, mij, voor mijn pijn. Ja. Dus dan ga je gewoon liggen. En dan moet je heel bewust gaan voelen ja. of nagaan wat je dan eigenlijk voelt in je lichaam. Dat is ook ja. een soort van mediteren. Mm -hmm. En dan denk je, oké, okay, die pijn... Het? Is het warm? Is het koud? Steekt het? Of klopt het? Wat is mm -hmm. het? En dan volg je het. En soms dan merk je gewoon dat die pijn ergens anders naartoe drijft. Aan nou, dan... een ander lichaamsdeel bedoel je? Ja. Oh. Dus van mijn been voel ik hem in één keer bijvoorbeeld. Of van mijn bovenbeen of mijn heup. En dan voel je hem in één keer naar je onderbeen gaan. Mm -hmm. En dan soms gaat het weg. Ja, dat is bizar. Dat is zo raar. En dat is uh, psychomedic psych psych tracking. Zoiets. Um, maar het heeft wel baat. Kijk, daar gaat dat heeft het zeker Als baat. het je helpt, dan is het goed. Er bewust goed. van en, ja. dan, en dan kan je sommige mensen gaan zelfs zo ver dat ze dan bijvoorbeeld uh, aan een woord denken of zo en kijken wat er dan gebeurt. Mm -hmm. Ja, dan link je is een soort, soort van Ja. een ja. bijvoorbeeld paypost en dan dan voel je dat meer. En met mediteren is het natuurlijk ook wel een beetje hetzelfde. Mediteren je, is zo goed. Mediteren is wel echt goed. Ja. Het is wel echt er is ook één zo'n zo dude, ik weet niet eens hoe die heet, maar op Insta die heeft dan echt zo'n three second meditation. Uh -huh. Ja, en dan doet hij: um, Alright, fuckers. <laughs> breathe in, real deep. En breathe out. <laughs> oh, ja, 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 die heb je maar gestuurd. En dat soort dingen. Ja, dat it. Ja, maar het is, ik heb ook het idee dat gelukkig mediteren ook wel wat meer genormaliseerd wordt. Het, is het... Ja, want dat heb ik zelfs bij de, van de psycholoog yeah, uh, yeah. Uh, ge, ge, ja, gekregen. En, ja, aan de dat, dat helpt bij mij wel heel erg. En dan kan je ook weer tegelijkertijd... denken af, Affirmation-achtige dingen. dingen. Of ja. in ieder geval... Het klinkt heel zweverig dit. Maar het is echt niet anders dan even je lijf tot rust brengen. En nee. aan dingen denken waar je aan wil denken. Dat? Uh, affirmaties dat je bijvoorbeeld zegt tegen jezelf. Van ik doe het goed. Dat soort dingen. Ja. Um, dat je dat ook echt hardop uitspreekt. Sommigen doen het in hun hoofd. Maar ik heb bij mij in ieder geval dat het hardop uitspreken wel helpt. Doe een beetje een mix. Maar ik zeg dan ook gewoon oprecht van... Mijn hersenen sturen een, dit klinkt echt heel raar, maar die sturen nee. een verkeerd signaaltje. Ja. Uh, naar, 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 dus de, naar mijn been of iets ja. dergelijks. Zo van, uh, die, die, die sturen iets verkeerds door, waardoor het, het, dit hoort geen pijn te doen. Ja. Dit is een verkeerd signaal vanuit mijn hersenen. En dat, en dat, en dat, dat helpt ook echt wel. Uh, en dat zegt niet dat dat de oorzaak is bij iedereen. Dit het, het is of niet de oplossing voor medische dingen, jongens. Zeker Absoluut niet. Even niet. een disclaimer: alles wat je hier hoort, Absoluut alsjeblieft, niet, ga naar de huisarts, ga naar de psycholoog, dat soort dingen. We sterker zijn... nog, ik heb nu alsnog dus een afspraak met pijnbestrijding, want ja. dat wil ik alsnog. Ja. Dus, um, dus nee, dit is, maar het helpt wel ja. bij mij. Ja. Het is gewoon, je ziet het soms toch ook wel. Dat, dat je dan een documentaire ziet of zo. En dat iemand mm. zei van oh ja, en de, de, ja, ik ga nooit meer lopen. En dat ze dan zo hard zijn gaan trainen, omdat ze tegen hunzelf hebben gezegd. Ik kan het, ik kan het, ik ja. kan het. En dan kunnen ze ook echt in één keer weer ja. lopen. Dat soort gekke dingen. Ja, maar toch denk ik daar ook wel vaak bij van: ja, maar heb je niet daarna nog een keer meer pijn? Omdat je jezelf een soort van gedwongen hebt nu te lopen en eigenlijk had je rust moeten nemen. Ja, weet je, ik vind dat, 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 ik vind dat, dat, dat soort dingen lastig. Nee, maar ik, ik heb het nu over de mensen die dat ook echt daadwerkelijk. Ja, kijk, ja. Het, het zal bedoel, gebeuren absoluut. Maar ik vind wel, je moet wel altijd ook nog medisch, natuurlijk. 100%. Dat ik staat gewoon... ook hierin. Je moet alles uitsluiten. Ja. Voordat je zomaar gaat denken. Oh, dit is psychisch. Ja, Nou, ik weet dat bij migraine bijvoorbeeld, ik heb uh, best nog wel eens last van migraine. Uh, zijn ook hele interessante video's over op YouTube. Moet je even zoeken: Migraine Affirmation. Daar hebben ze ook de hele tijd ja, over. Ja, ik, mo ik moet dat boek ook gaan lezen. Ja. Um, over dat als je dus een migraineaanval hebt, dat je dan ineens. Dat je bepaalde dingen moet zeggen tegen jezelf, bepaalde moves moet maken. En dat dan die migraine ineens weg is. Maar ik had het toen een keer geprobeerd. dat mm -hmm. ik het was echt van, I'm good enough, weet je, dat soort dingen. En dat doet wel iets inderdaad. Dus dan vraag je echt dan, waar komt dan die migraine vandaan? Is het dan toch iets mentaals, weet je wel? Heb je dan toch, heb ik letterlijk mijn hoofd te moe gemaakt of zo? Ja. Uh, ik ja, weet. Ja. ja, ik weet dat het bij mij hormonaal is. Maar bijvoorbeeld, laatst hadden we die fertiliteitsafspraak. Toch dacht ik echt de ergste migraine van mijn mm -hmm. leven weer. Jeetje, ja. ik kon niks meer. Um, ja, en toen, uh, toen is mijn stem trouwens ook weggegaan Dus op die dag. Ja. Nou, Dus ik, ik geloof er wel in dat dat soort dingen een soort van effect hebben op je lijf. Maar ja, ik denk dat de eerste stap erkenning is, dat je dat weet. En dat je er dus wel aan de slag gaat met jezelf. Je kan niet alles opkroppen, jongens. Het is, nee, echt, zeker niet. Het is klaar nu. Ja. <laughs> We ja. gaan even streng toespreken, het is nee, klaar. Nu. Ga precies. even aan jezelf werken. Joh. Desnoods ga je zo meteen, als je naar de wc gaat, neem je telefoon mee. Wat doen jullie allemaal? Geen <gij> mm -hmm. lopen TikTok op de wc. Schrijf je daar even open je notitie op je iPhone. Je kan een notitie geen maken toch? Ja, dat kan. Ik denk dat best wel veel mensen ook bang zijn van. Oh, als ik dan op mijn telefoon doe, dan leest iemand het een keer of zo. Doe het eigenlijk nooit. Maar... Nee, nee. Um, dat je dan zeg maar een notitie maakt, en dat je daar gewoon even voor jezelf een situatie opschrijft, waar jij nu op dit moment je denkt, jij krijgt daar een beetje stress van. Of van vroeger. Wat is beter nieuw vroeger? Jij moest vroeger doen toch? Nou, nee, dat heb ik gedaan. Maar ja. wat ik doe, is eigenlijk van die dag. Over oh, van vandaag. Ja. Van Oké. Okay. wat is er vandaag gebeurd? Of als er juist iets gebeurt, dan ga ik schrijven van, oh hey, dit is gebeurd. Dit voel ja. ik. Dit of dit is echt gebeurd en alle acties en dat soort dingen. En daar ik ook nog op wou terugkomen van. Um, dus je kijkt van hoe sterk jouw mind kan zijn. Ja. Kijk naar placebo-effecten. Ja, precies. Er zijn heel veel dingen en dan is het een krijg jij een placebo? Maar toch zijn die mensen dan hebben ze geen hoofdpijn. Ja. Meer. Toch zijn die toch dit zeker. Maar voordat we richting de kant op gaan van mensen die niet de geneeskundige geloven. Want dat zijn wij niet. Absoluut. Wij zijn niet. Absoluut. Ik nee, maar doen. nogmaals, ik ga naar de dokter. Ik, ja, 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 ik ben nog ja, ja, ja. naar de huisarts gaan. Ik ga naar de neuroloog. Ja. Ik ga naar de pijnpolie. Ik ga al die dingen doen. Ja. Ik ga maar, al die dingen doen. Het is een het is een combinatie. Al ik ben Absoluut niet iemand die zegt van, oh je moet nog even lekker een paar etherische uh, uh, olie in houden. Uh, um, ja nee, dus nee, wij zijn wat dat betreft, zijn wij gewoon we geloven absoluut in, in ja, de wetenschappen sowieso ja. uh, en, en, en artsen en medicatie en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar wat wel zo is, is, ja weet je, er speelt vaak meer dan je denkt. Je denkt dat mensen van onze leeftijd en dat is in de dertig en ouder, uh, daar begint het uit te komen. Ja, op is bizarre manier. Ja, ik denk dat, dat, dat uh, je brein en je psyche dat dat best wel heel erg meespeelt in heel veel dingen. Ja, en dat weet je in heel veel kwaaltjes. En... Ik denk dat heel veel mensen weten die weten dat ze dingen hebben meegemaakt, maar dat ze dan zoiets hebben, als ik er gewoon niet over nadenk is het er niet. Maar ja, nee, Hello? zo herken ik mezelf echt niet. Hello, hallo jongens, in de dertig, dames en heren, uh, dat is helaas niet hoe je lijf werkt. Dus ja. Nee. Doe er wat mee, schrijf het op, praat met iemand erover, desnoods schrijf het op een papiertje voor jezelf. Ja. Uh, maar neem in ieder geval iets van een stap. Weet je, alleen al dat is, kan al zoveel. Misschien ga je voor het eerst van je leven toegeven dat dat iets je dwars heeft gezeten altijd. Je hoeft ook niet uitspreken te tegen bijvoorbeeld die persoon. Ja, maar, ja, maar sterker nog. Mm -hmm. Soms is het niet per se het toegeven, maar het ook echt oprecht niet meer weten. Ja, het uitspreken. Nee. Het niet meer weten. Dat er iets toegeven is gebeurd. dat iets vervelends was. Ja. Als ik, toen ik met de psycholoog zat, toen ja. kreeg ik de vraag: van... Oh ja, en wat was er dan vervelend? Of iets. Ik had geen idee. Ja. We hebben daar echt heel erg over moeten praten. Toen ineens: hah, dat is eigenlijk wel iets waar ik dus altijd aan denk als ik, een, um, als, als ik me niet gewaardeerd voel, dan ja. is er iets wat er altijd te binnen schiet. Ja. En dat wist ik helemaal niet, totdat ja. ik in één keer er zo over door ging nadenken. Toen dacht ik: wacht even, dat heb ik inderdaad wel. Dat ik dat best wel vaak zie. Dat moment. Ja. Ik denk En dat is niet bewust. Nee, heel veel dingen zijn onbewust in je brein opgeslagen en in je lijf ja. dus. Um, niemand is perfect. Denk dat nee. iedereen wel. Naarmate... Jawel, jij bent, Jij en Mila zijn wel perfect. <laughs> Lief. Jij bent ook perfect, maar ik bedoel. Te laat. Ah, uh, nee. <laughs> Jammer. Nee, maar ik bedoel, als, als ik kijk, ook, weet je wel, naar onze leeftijd en de mensen om ons heen, iedereen heeft wel wat. Iedereen heeft wel wat. Iedereen heeft wel wat, maar de ene is uitgebreid al bezig ermee en de ander nog niet. Maar de meesten zijn wel al, ja, ik weet niet. Eigenlijk zijn we allemaal volwassen genoeg om te toe te geven: van... hé, hey, dit en dit uh, is niet oké okay bij mij. Ja. En de een zoekt hulp, en de ander wil hulp zoeken. Het enige wat ik wel nog even mee wil geven... Wil alsjeblieft, zoek wel echt hulp bij echt een psycholoog. En uh, iemand die geschold is ervoor. Um, er zijn genoeg fantastische mensen die kunnen helpen... maar ik, ik raad je echt aan om naar de huisarts te gaan. Als je dan denkt, hey, ik wil psychische hulp, ga naar de huisarts. Vraag of je naar een psycholoog ja. kan worden doorverwezen. Iemand die geschold is uh, hiervoor en weet hoe uh, ja, het brein werkt. Nou, moeilijkste stap is denk ik hulp zoeken. Absoluut. De eerste stap naar de Letterlijk, dat ene telefoontje. Je belt ja. en je zegt zou ik een afspraak mogen maken? Ja, dat kan huizend? heel moeilijk zijn. Maar als je dat hebt gedaan en dan daarna gaat het ge daarna gebeurt het allemaal. Dan start het proces. We gaan dat... hem nu voor je voorkouwen. Je pakt je telefoon. Die ja. stapjes hè? Je pakt je telefoon, je zoekt het nummer op voor je huis. Ik weet die echt nooit. Ik moet, ik moet altijd gek naar de website van huisarts. En ik heb hem opgeslagen op mijn ja, telefoon. En dan, nou, dan bel je de huisarts, dan krijg je de assistent, dan zeg je hoi, en dan zegt wat is, uh, waar belt u voor? En dan zeg je ik zou graag een afspraak willen bij de huisarts, want ik zou graag met een psycholoog willen worden doorverbonden, of uh, doorverbonden, god doorverwezen worden naar een psycholoog. Ik bent u nu door. <laughs> en dan, en dan met zeg de psycholoog. Ze, ik kan me niet voorstellen dat ze gaan zeggen waar gaat het? Uh, vertel van je levensverhaal. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Maar als ze zeggen uh, waar heeft het mee te maken of zo, nou uh, dat zou ik graag willen bespreken met de huisarts? Ja, dat kan je gewoon zeggen. Als je, dat, als je, als je het niet aan haar of hem wilt vertellen, ja. dan kan je dat inderdaad zeggen. En dan, en dan bij de huisarts moet je wel uh, iets gaan ja. vertellen natuurlijk. Maar de kans is groot dat hij aan de telefoon zegt. Oké, okay, kan je op donderdag om 11 uur. Top. Je afspraak Juist. staat. Dan zegt de hui, dan kom je bij de huisarts en zeg ik, Ik zou graag naar een psycholoog willen de waar heeft zo. het mee te maken. Ja, waar heb je waar denk je last van te hebben? Of? Als jij je comfortabel genoeg voelt, vertel je hoe en wat. Ja, in, in, in mijn geval was het ook van. Ik heb mijn vader net verloren en ik ja. heb het er best wel lastig mee. Ja. Uh, en, en waren er natuurlijk veel meer dingen. Maar daar kom je tijdens de therapie achter. Juist. is Heel eng dit om te horen natuurlijk, dat je dus dan achter meer dingen komt. En dat geeft niks. Nee. Dat is helemaal niet erg. Nee. Maar en dan zegt de dokter: oké, okay, dan heb ik een. Door, een, een uh, Hier is een adresje. Ja, die heeft dan. Die, heeft dan die, die maakt een doorverwijzing en die heeft inderdaad meerdere adresjes. Ja. En die is kan een goeie. Je, Ja, en die kan je dan bellen. En dan ga je ze allemaal bellen. Ja. En dan kan je een keuze maken. Tenminste, dan krijg je. Als je geluk hebt, hé, even met de wachttijden. Laat ja, ik, ik had er bijvoorbeeld drie of vier, heb ik er gebeld. En sommigen ja. zeiden: je kan dan en dan terecht. En sommigen ja. zeiden: oké, okay, uh, we hebben nu echt gewoon helemaal geen plek. En een andere. Ja, dat was wel bijna een halve intake gesprek. Ja. Dus het waren, het waren wel verschillende gesprekken. Ja. Um, en sommige hebben plek, sommige hebben niet plek. En soms bel je en dan denk je. Ik voel hem niet. Dit is hem niet, dit is hem niet. En sommige wel. Ja. Uh, en wij zijn allebei voor eentje gegaan waarbij wij onszelf heel prettig voelden. Ja, absoluut. Waar je je goed bij voelt. En, ja. Uh, ja en, 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 en voor je dit weet, heb je die afspraak. Dan ga je. Dit is nou, ga je maar één keer. Ga je maar één keer. Als je het niks vindt, dan ga je niet meer. Maar weet je, het feit dat je dan die stap neemt om de huisarts te bellen... Ja. om die afspraak te maken, is al een hele grote stap. En dat is al uh, waarschijnlijk een grotere stap dan heel veel mensen durven ja, te Ja, en maken. als je denkt, je gaat maar één keer... misschien was dit dan niet uh, de psycholoog voor jou... Kan en dan kan ook. je naar die andere hey, gaan. maar soms heb je maar heel weinig nodig, hè? Ja, nee, dat echt is ook veel waar. Veel mensen tuurlijk. hebben echt maar drie sessies... en dan zijn ze, nou, dit had ik echt jaren geleden moeten doen... Ja. Dat ik vroeger moeten doen en niet, niet al die jaren wachten tegen dat telefoongesprek van de huisarts aanhikken. Mm -hmm. Dat is het je, ja. mm -hmm. wat je eigenlijk tegenhoudt. Ah, maar dan, dan wordt het echt. Ja, maar het is al echt. Alleen jij bent het aan het onderdrukken. En daarmee heb je waarschijnlijk last van dingen. Ja. Lichamelijk of mentaal. Juist. Goed. Uh, laatste wat uh, willen we meegeven in deze aflevering? Laatste wrap-up. Als er één ding is wat we mee kunnen geven, Onderschat uh, je mentale gezondheid niet. Doe er wat mee. Doe er wat mee. Als dus je denkt dat je hulp nodig hebt, zoek hulp. Zoek hulp. Ja. Ook als je twijfelt. Bij Altijd gewoon nog, als, nog even langs naar de ja. huisarts. Ja. Um, en en, en ja. blijf daar ook wel heel erg consistent in. Ja, blijf ermee bezig. Want dat ben ik dan nu even niet. En dat moet ik wel echt weer gaan doen. Dat merk ik ook. Ja. Je merkt dat het effect heeft. Ja, maar ook niet alleen lichamelijk hoor. Je merkt het mentaal ook ja. wel. Ja, maar je merkt... Het, weet je, we verliezen ons zo in het leven. Ja. zeg maar, dan is het weer druk. En, dingen, en dat en dus en zo. En dan denk je, oh ja, maar god, Het is een beetje net als. Eigenlijk net als sporten. Dus je denkt, oh, dan zit je ja. zo'n fase dat je echt drie, vier keer in de week gaat Oh, lekker, lekker, lekker. En dan op een gegeven moment, ja, vergeet je het weer of heb je geen tijd of whatever. En dan schrijf je het en denk je, oh, ik ben al een paar weken niet geweest. Nou, ik merk het gelijk aan mijn lijf. Maar mentaal is het net zo belangrijk ja. om mentaal te sporten, zeg maar. Zeker, want als er alleen maar allemaal leuke dingen gebeuren, dan ja, dan, dan, dan is het helemaal top. Ben je altijd gelukkig. En als er dan een paar dagen of weken mm -hmm. dat het dan even niet lekker loopt. Ja. En je doet er niks mee. Dan word je daarna ook minder blij. En nee, dan, dan, dan ga je in een soort downward cycle spiraal. Juist. En, dan, ja, weet en je? Dan, dan helpt het wel om daar weer bewust van te worden. En dan weer het even aan te pakken. Op de manier die helpt voor jou. Ja. Die je leert bij Wat de psycholoog. Dat het jou prettig is. Ja. Ja, ja. Toch? Ja, alsjeblieft, ga naar een echte psycholoog. Ja. Dat, is wel, uh, dat wil ik graag meegeven. Echt wel opzoeken. zoeken. Ja, Het is niet nee, voor niks dat nee, mensen nee. jarenlang studeren hiervoor. Nee, precies. Echt naar een dokter en echt naar een ja. psycholoog. Ja, en weet dat je niet, je bent niet de enige. Als je denkt nee. van, ja, maar ik ben, uh, je bent niet de enige. Er zijn heel veel je mensen, bent nooit de enige. Je bent enige. nooit de enige. Er zullen altijd, uh, misschien eindig je wel, Maar kom ik weer naar mijn groepstel. Misschien eindig je wel in een groepstel. Je met allemaal mensen die hetzelfde als jou hebben meegemaakt. Weet je hoe fijn dat kan zijn voor mensen? Erkenning en, ja. en anderen die ook uh, tegen hetzelfde aanlopen. Voor verschillende leeftijden, vaak dus ook wel interessant om te zien. Ja. Ik had echt groepen en er zaten mensen van 50 in, en dan zat er iemand van 17 in, en dan zat er iemand van 26 in. En dan hadden ze allemaal een soort van, kon iedereen over het gesprek hebben, over, oh mijn god, heb jij ook dit? Heb jij ook dit? Ik heb dat ook. En mijn ouders begrijpen dat ook niet. En nou, dat is echt voor heel veel mensen heel helend om naar zoiets ja. te gaan. Maar goed, je moet wel die stap maken. Dus wat dat betreft, uh, uh, um, doe het op je eigen manier. Misschien is een meditatievideo in de ochtend al genoeg voor jou. Uh, in ieder geval, vergeet niet je mentale staat. Werk eraan. Nee. Ik denk als ik iets mee kan geven. Doe, Um, zie je mentale staat ook als sporten? Ik denk dat dat het een is. Zo van, dat moet je ook. Het is goed ja. voor je. Maar en ook het erkennen. Erkennen, erkennen. Ja. En als je pijn hebt, kijk even verder of het niet ook te maken heeft met bepaalde mentale dingen die je meemaakt of hebt meegemaakt. Ja, zeker. Dus ja, um, ik wil iedereen bedanken voor het kijken en luisteren. Ik wil dat ook. Ja, ik hoop dat jullie er iets van hebben gehad of uit hebben gehaald. Uh, ja. ja, dit zijn onderwerpen. We praten hier best wel vaak over, ook met vrienden en zo. Meer hè? Ja, meer. Is dat een leeftijdsding of dat is dat... Dat denk ik wel. Naarmate we met z'n allen ouder worden en meer open zouden, zijn, zouden onze ouders dat dan ook hebben gedaan? Ik denk het niet. Andere tijd. Tom, was echt een andere tijden. Tijd. Daar, daar deed je dit. Daar, dit was. Zouden jens dat dan nu ook al gewoon ja, op hun ja, 15, 16 ja, hebben ja, gedaan? Ja, ja, toen? ja, ja, ja. Dat deden wij al helemaal niet. Nee, nee. Het was Bizar, er wel. Hè? Je had wel, weet je wel? Dan wisten die, die en die maakte wat mee en zo, maar het is. Ik denk dat het wel, Het gaat echt de goede kant op, denk ik. Dat wij met z'n allen die cyclus Je wist doorbreken. het wel? Nou, nee, ja, ook niet altijd. Oh, bij mij dan wel hoor. Nee, of het moest echt heel erg zijn. En oh, zo, dat is echt kut, man. Uh, nee, ja. bij mij wel, Wat was ik. het dan? Althans, ik wist wel van vriendinnetjes dat er dingen speelden en zo. En maar... af en toe, heel af en toe, maar ja, daar deed je niks mee. Ja, maar dit, zie je, het? Ja, het is, we doorbreken de cyclus jongens en laten wij naar maar de generatie zijn die het doet. En uh, uh, voor de toekomst en voor onze kinderen en voor onszelf. Zodat we lekker gezond, mentaal oud kunnen worden. Ja, toch? Ja. En dat je andere dingen kan doen met je brein in plaats van, dus. Dingen opkroppen. Ja, en dat je dus eigenlijk achterblijft in andere dingen. Ja. Ja, ja. ja is... Nou, wij kunnen hier nog een uur over praten en uh, ik denk dat we gaan afronden. Ja. Um, ik wil jullie bedanken voor het luisteren en kijken. Thank eventueel. You. Thank you. Check um, de dagelijkse vlogs of vlog Mocht je ons willen volgen dagelijk dagelijks leven. Ja. Uh, en uh, volg ons op Insta. Insta Gregor @beautyklos. Dank jullie wel, jongens. En laat up, vooral... sterretjes, ja. tingetjes. zonnetjes <laughs> Zonnetjes, maandjes. <Ja. laughs> laat een comment achter als je hier een herkent of iets erover kwijt Duimpje wil. Grote duimteen omhoog. Op Grote kleine duimteen omhoog. Pinkje teen omhoog. Pinkie teen die scheef zit, omdat we allemaal <laughs> kleine voeten van schoenen <laughs> droegen. Ik, kan wel. Wel, ik wil zeggen wel trust. Nou, ja, wel yeah. trusten. Wel vind of mooi. Slaap lekker Dank jongens. jullie wel. Bye. Nog. Doei. Oké. Okay.